Hey, van harte welkom bij de wekelijkse vlog van C-Central, waarin ik met je deel wat mijn ideeën zijn over hoe je een vervuld, creatief leven kunt opbouwen waar muziek in zit. Vandaag wil ik met je nadenken, of eigenlijk ga ik je een tool geven die voor Martijn en mij alles heeft veranderd als het gaat over het eiken van ons leven op wat we werkelijk willen. Vorige week hebben we nagedacht over waar jij naar verlangt, verlangt naar jou. En deze week gaan we aan de slag met het hoe. Want hoe doe je dat nou? Zorgen dat je jezelf geeft waar je naar verlangt. Weet je, wij mensen zijn gewoontedieren. We denken soms dat we heel bewust zijn en dat we heel veel dingen bewust doen. Maar de realiteit is dat je dag een aaneenschakeling is van routines. Ik hoorde daar van het weekend weer eens een liedje over. Ik luister natuurlijk heel veel muziek, ik maak veel muziek. En dit liedje is van Nine Inch Nails. En de tekst is: I believe I can see the future because I repeat the same routine. Oftewel, ik geloof dat ik de toekomst kan zien, want ik herhaal de hele tijd dezelfde routine. En het refrein van dat liedje is: Every day is exactly the same. Elke dag is hetzelfde. There is no love and there is no pain. Dat is natuurlijk het voordeel wat je hebt wanneer je in zo'n mooi, gezapig, maar voortsukkelend leven bent. Je voelt niet zoveel meer. Maar dat willen we natuurlijk niet, want ergens, dat is ook de boodschap van dit liedje natuurlijk, leven is niet bedoeld om zo saai en zo grijs en zo repeterend te zijn. We willen veel meer sparks, toch? Als je dat met me eens bent, mag je een like geven op de video. Maar goed, als je dan dus een opeenstapeling bent van routines, hoe verander je dat dan? Nou, wat wij gedaan hebben en wat echt voor ons alles veranderd is, is dat we onszelf in eerste instantie tijd hebben gegeven om eens even goed te kijken van wat doen we nu eigenlijk? En wat zouden we werkelijk willen? Nou, hoe jij dat kan gaan doen is, ik ga je gewoon een stappenplan geven. Stap 1. Maak een lijst van alles waar jij blij van wordt. Dus neem tijd, pak pen en papier, zet een timer op 20 minuten en ga gewoon opschrijven, maak een lijst, al die dingen waar jij blij van wordt, die belangrijk voor je zijn, waar je wellicht meer van zou willen in je leven. En dat kan dus zijn, ik zou meer boswandelingen willen maken of ik hou van mijn gezin. Ik hou van lekker eten, ik hou van zingen, ik hou misschien wel van koken. Het is wat jij wil. Maak een lijst van al die dingen waar jij blij van wordt. Van mooie bloemen, van een lekkere kop koffie. Maak een lijst. Dat is de eerste stap. De volgende stap is, en ik wil dat je deze doet zonder oordeel. Dus zonder dat je er van alles van gaat vinden, zonder dat je verhalen gaat verzinnen over hoe het zou moeten of wat er mogelijk is. Nee, je gaat gewoon een lijst maken van al die dingen die jij werkelijk doet op een dag. En deze is lastig, want heel veel dingen die doe je in een routine, dus daar zul je je niet zo gewaar van zijn. Dus wat ik je dan aanraad is dat je die lijst gewoon een aantal dagen met je mee gaat sjouwen. En dat je elke keer opschrijft wanneer je iets doet. Je zou zelf zo ver kunnen gaan dat je gaat tijd schrijven. Dat je dus een dag of 3 à 4 per half uur gaat opschrijven alles wat je gedaan hebt. Dan maak je dus als het ware een lijst voor je en die begint bij wanneer je opstaat. 6 uur, 6:30, 7 uur, ik weet niet hoe laat jij opstaat, maar daar begin je. En je zorgt dat je vakjes hebt per half uur en elk half uur schrijf je op wat je gedaan hebt.
Dat geeft je dus helderheid in de dingen waar jij werkelijk je tijd en je energie in stopt op een dag. De derde stap is, je gaat die twee lijsten naast elkaar leggen. Je gaat dus vergelijken hoe erg lijkt wat ik werkelijk doe op wat ik eigenlijk zou willen, waar ik blij van word, waar ik naar verlang, wat mijn waarden zijn. En stel je nou eens voor dat je erachter komt van, yo, ik ben 40 uur per week bezig met een baan die ik eigenlijk stiekem diep van binnen haat. En ik werk samen met mensen, wat op zich prima mensen zijn, maar waar ik ook niet per se blij van word. Dan heb je wellicht iets om te gaan bijstellen. Hoe eng het ook is. Want, dat is de vierde stap. Ga bijstellen. En ik zou beginnen met één gewoonte per keer. En ik zou het als een soort sneeuwbal gaan doen. En begin dus met één kleine gewoonte. Dus ik zeg echt niet van dat je meteen je baan op moet zeggen en schapen moet gaan hoeden of zo. Dat is too much. It scares us. Wat je wel kan doen, is dat stel je nou voor dat je eigenlijk heel erg verlangt naar een leven waarin je veel meer bent in de natuur, dan kan je er natuurlijk een dagelijkse gewoonte van maken om in je tuin eens eventjes goed te kijken naar wat er allemaal groeit en bloeit. Dat kan een eerste stap zijn naar een leven meer connected met wat jij werkelijk wilt. En ik noemde het al een sneeuwbal. Je zult merken wanneer je één gewoonte per keer aanpakt, dat het als een sneeuwbal van een berghelling afgaat. En zo'n sneeuwbal, als dat maar doorgaat, wordt dat zelfs een lawine. Goed, ik ben heel benieuwd wat je hier uithaalt, wat er nu helder voor je geworden is. En ook hoe jij dit gaat toepassen. En zou je dat met me willen delen in de comments? En als je dit tof vindt, geef de video een like en deel hem ook. Ik word heel blij van alle reacties die je krijgt. So please keep feeding me. En als je nou denkt, ik wil hier meer van. Judith, ik wil meer van je leren. Aankomende woensdag geef ik weer een gratis masterclass online. Je kan er dus gewoon bij zijn. En je kan op onze website www.c-central.nl kan je je aanmelden. En ik ga tijdens die workshop van allerlei toffe dingen met je delen over hoe jij via zingen inzicht kan krijgen in waar jij jezelf in de voet schiet als het gaat over dat prachtige leven waar je misschien een beetje aan het snuffelen bent. Goed. Ik wens je een hele mooie week. Heb veel plezier met deze opdracht, met deze oefening. En ik wens je heel veel inzichten in waar jij mag gaan bijsturen. Goed, tot de volgende keer. Bye bye.